Politie zoekt getuigen van mishandeling in centrum Nijmegen. Druten en Wiegen willen horecazaken verduurzamen. En tunnelingang bij station Nijmegen nu definitief dicht. Dit is het RN7 Regio Nieuws van woensdag 14 september. De politie is op zoek naar twee jonge mannen die in de nacht van 16 op 17 juni in de Karregas in het centrum van Nijmegen een man van 42 jaar oud van zijn fiets duwde en daarna mishandelde. Via het NPO-programma Opsporingsverzocht heeft de politie inmiddels beelden vrijgegeven van het incident en de daders. Deze twee jonge mannen lijken zich uitstekend te vermaken in het centrum van Nijmegen. Wat lallend lopen ze over straat. Maar al gauw slaat die stemming om. Dat zien we hier. Eerst moet een fiets het ontgelden. Het was de vroege nacht van 17 juni toen hier twee jonge mannen in een zwart en een wit shirt in de Karregas met een fiets gingen gooien. Aan de andere kant van het blok woningen bij de Bloemenstraat en Café de Plak komt op dat moment een 42-jarige man aanfietsen. Die de jongens later hier zal passeren. Hij rijdt rond 1:15 over de Karregas waar de twee jonge mannen hem tegemoet lopen. Wanneer ze doorlopen komen de jongens de man tegen. De jongen in het witte shirt versnelt naar de man toe en duwt hem van zijn fiets af. En vervolgens begint het schoppen en slaan. Hier komt hij aan. Werkelijk vanuit het niets vallen de twee hem aan. Gelukkig kwam er snel een man vanuit die hoek en wist de jongens weg te jagen. De politie is op zoek naar deze man omdat hij misschien meer informatie heeft over de mishandelaars. Ook is de politie op zoek naar andere getuigen die de mishandeling eventueel gezien hebben. Tips kunnen worden doorgegeven via telefoonnummer 0800 6070 of als je anoniem wilt blijven via 0800 7000. Druten en Wiegen willen af van de heaters op de terrassen en duurzamere producten op de menukaarten. Beide gemeenten gaan hun horecazaken hierbij helpen. Het doel is om zo een bijdrage te leveren aan de klimaatdoelstellingen. Druten en ook Wiegen zijn bezig om de horeca, die natuurlijk uit een hele slechte tijd komt, een nieuwe start te geven. En dan is dit een mooi moment en dat kan op een duurzame manier. Nou, dat gaan we op twee manieren doen. De ene manier is Green Dish, dat wil zeggen het plantaardiger maken van de menukaart van de Drutense horeca. De andere manier is om de heaters op de terrassen te vervangen voor kussentjes, waardoor echt op plaatselijk waar het nodig is, de verwarming op de terrassen is. Bij eetcafé De Gouden Leeuw in Druten hebben ze al steeds meer vegetarische gerechten op de menukaart staan. Daarnaast gebruiken ze al jaren verwarmingskussentjes, maar sinds kort ook heaters. De warmtekussens die zijn wel heel goed, alleen toch zijn de heaters net iets warmer. Alleen ze kosten gewoon veel meer geld. Ondanks de stijgende energieprijzen gaat de Zwart aankomende winter toch af en toe de terrasverwarmers aanzetten. Als het terras vol is. Ja, dat is echt wel een puntje. We kunnen niet meer voor 1 à 2 tafels een heater aan gaan zetten, want dat levert gewoon niks op. De gemeentes werken samen met het bedrijf Sit & Heat en hopen dat de horecazaken voortaan alleen nog kiezen voor een verwarmingskussen. Krijgen horecazaken dat dan ook gratis? Nee, zeker niet. Sit & Heat wordt voor 50% gesubsidieerd door de gemeente Druten tot een maximaal van €1250 per terras. In zowel Druten als Wiegen zal de horeca de komende weken op de hoogte worden gesteld van de duurzame plannen. De fiets- en voetveertjes in de regio gaan de laatste twee weken toch nog varen. Afgelopen zomer was dit niet mogelijk door een te lage waterstand. Maar nu kunnen de pontjes toch nog de laatste twee weken meepakken. De waterstand is nu net hoog genoeg. Tussen Slijk-Ewijk en Beuningen en Dodewaard en Druten kun je dus weer vanaf aankomende zaterdag varen. Het Rijnveer Hetere Renkum kon afgelopen zomer nipt in de vaart blijven, net als Niftrik en Batenburg. Op de Berendonk is woensdagmiddag een urban sportspark geopend. Volgens beheerder Leisure Lens is dit de grootste sportschool van Wiegen, waarbij kinderen en volwassenen kunnen sporten, spelen en ontmoeten. Ook is er speciale aandacht voor opkomende urban sports, zoals Ninja Warrior, Calisthenics en 3x3 basketbal. Ook in Druten kan straks volop worden gesport, want daar is woensdag de bouw van de Gele Berg begonnen.
Wethouder Brink sloeg woensdagmiddag op symbolische wijze de eerste paal van het project. De Gelenberg bevat straks onder meer een zwembad, gymzaal en horecagelegenheid. Het nieuwe sportcomplex kost ongeveer 18 miljoen euro en staat pal naast het oude gebouw. Als alles volgens planning verloopt, opent de nieuwe Gelenberg in januari 2024 de deuren. De ingang van station Nijmegen in de verkeerstunnel onder het station gaat definitief dicht. Anderhalf jaar geleden werd deze ingang al afgesloten om overlast tegen te gaan. Gemeente Nijmegen liet weten dat de sluiting een aanzienlijke afname van zwartreizigers en geweldsincidenten veroorzaakte. Omdat de sluiting negatieve gevolgen had voor reizigers vanuit Nijmegen-West, werd de ingang dit voorjaar onder toezicht opengesteld in spitsuren. Deze proef is inmiddels afgelopen en geëvalueerd. Hieruit is gebleken dat ongeveer 2% van de reizigers gebruik maakt van de ingang. Aangezien dit niet opweegt tegen de kosten van de beveiliger, is besloten de ingang per 1 oktober definitief te sluiten. Elke donderdag verschijnen er weer een aantal nieuwe speelfilms in de bioscoop. Daarom blikken we op woensdagen alvast vooruit op een selectie van films die in onze regio te zien zullen zijn. We beginnen met de natuurdocumentaire Wolf. Als een moedige jonge wolf in het oosten van Duitsland opgroeit, ontvouwt zich het ware sprookje. Het zal je vast niet zijn ontgaan, de wolf is terug in Nederland. Dat is nogal bijzonder, omdat die 150 jaar geleden uit ons land verdween. Deze familiefilm van 90 minuten staat geheel in het teken van de terugkeer van het dier en wordt het meest opzienbare natuurverhaal van Nederland genoemd. De voice-over wordt verzorgd door Matthijs van Nieuwkerk. En voor het eerst in 150 jaar wordt in Nederland een wolvenpup geboren. De voorhoede van volgende generaties. Dit is het wonderbaarlijke, waargebeurde verhaal van de terugkeer van de wolf in Nederland. Wolf is vanaf morgen te zien in alle bioscopen in onze regio. De volgende première is de film Corsage over een Oostenrijkse keizerin. Op de dag van haar 40ste verjaardag wordt zij tegen wil en dank aan de kant gezet als oudere vrouw. Ze maakt me zo in angst. Badend in luxe, maar ook getergd door eenzaamheid, gaat keizerin Sissi de strijd aan met haar belemmeringen. Vol overgave probeert ze een uitweg te vinden uit zowel haar korset als de muren van het paleis die steeds dichter op haar afkomen. Papa zei, du kannst nicht einmal auf dich selbst aufpassen. Ich verbiete dir, in meinem See zu ertrinken. Fester. Fester, fester. Fester, habe ich gesagt. Corsage is in onze regio exclusief te zien in Arthouse Lux. En tot slot verschijnt morgen ook het derde deel van de filmreeks Soph in de bioscoop. In dit nieuwe deel van het komisch drama heeft Soph eindelijk haar leven lekker op de rit. Ze is gelukkig, de kooksoof loopt prima en de kinderen zijn groot en klaar om uit te vliegen. Dit is zo fucking oprecht en onschuldig. Ik moet toch iets kritisch kunnen opschrijven? Dat gaat zo helemaal niet lukken. Kun je niet wat laten aanbranden of zo? Ja, ik zal kijken wat ik voor je kan doen. Alles verloopt dus prima. Totdat ze slecht nieuws krijgt. Wanneer dochter Sasha haar verloofde voorstelt, grijpt Soph het huwelijk aan om haar kop in het zand te steken. Maar eigenlijk moet ze juist leren om zelf ook eens hulp toe te laten. Et voilà, je suis ici à Paris. Weten jullie waar jullie moeder is? Nee. Do you know where Soph is? Not? Nee. No? You only live once, so we have to make the most out of the time that we're given. Het is leuk je gekend te hebben, man. Wil je nog wat zeggen? Gewoon ook van jou. Oh, dat is een mooie ader. Zo, dat is een grote naald. Soph 3 is vanaf donderdag te zien in de bioscopen View, Pathé en Cinema Roma. Deze schitterende foto van Cynthia uit Deest is overduidelijk gisteren geschoten, want vandaag zag het weerbeeld er niet zo mooi uit. Grijs, grauw en regenachtig, en meer was het dan ook niet.
Wat dat betreft kan ik je ook niet veel goeds beloven voor de komende dagen, want veel verandering zit er niet in. Donderdag valt het op zich nog mee. De ochtend zal veelal droog verlopen. In de middag en avond is er wel kans op een buitje hier en daar, maar veel zal het ook niet zijn. Alleen in het noorden van het land is de buiigheid wat actiever. Het wordt ongeveer 18 graden. In onze regio dus wat minder regen, hoewel een enkele bui niet wordt uitgesloten. Bij tijden kan ook de zon zich nog even laten zien. Er waait een matige noordwestenwind en het wordt toch nog een aangename 19 graden. Richting het weekend neemt de wisselvalligheid weer iets toe. Zaterdag is vrij wisselvallig en zondag zal de regen overheersen. De temperatuur stijgt niet verder dan een graad of 15. Tot zover het RN7 regio nieuws van vandaag. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit jouw gemeente via onze website rn7.nl en volg ons ook op Facebook en Instagram via RN7 Online. Graag tot morgen!